bij Bentley. Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe Bentley Continental GT niet veel te verschillen van zijn voorganger. Maar schijn bedriegt. Het gaat hier niet om een facelift, maar wel om een totaal nieuwe generatie van de prestigieuze coupé. De algemene look van de originele Continental GT werd rigoureus gerespecteerd, maar de koetswerklijnen stralen nu meer kracht uit. Dat werd mogelijk gemaakt door een gloednieuwe technologie om het aluminium vorm te geven. De koplampen van de nieuwe Continental GT zijn geïnspireerd op die van de Mulsanne, met geïntegreerde LED-dagrijlichten. De flanken worden gedomineerd door de gespierde achterste spanborden en achteraan loopt de stevige achterklep naadloos over in de geïntegreerde bumper. In het interieur is de stijlevolutie opvallender. Er werd vooral gewerkt aan het design van de nieuwe stoelen, die veel slanker en tegelijk comfortabeler werden. Deze grote prestigecoupé zal van bij zijn lancering, eind dit jaar, verkrijgbaar zijn met de 6 liter grote W12, die nu 575 pk ontwikkelt. Tegen eind 2011 mogen we ook een kleinere en minder dorstige V8 verwachten.